Good morning YouTube. Yo gasten, welkom bij Team Dief. En welkom op het kanaal van Giaal. Ja, ik vind het nog steeds een moeilijke naam. Het blijft lastig, hè? Het blijft lastig, ja. Ja. De Dutch Warrior is er toch? Ja, de Dutch Warrior 7, jongens. 7, en waarom is die 7 dan eigenlijk? Ja, iedereen die blijft het maar vragen. Maar ja, daarom, is... weet je, ik vraag het ook maar. Ik denk, nou, weet je wat, leg het meteen even uit. Dan weet ik ga het meteen goed uitleggen, want de Dutch Warrior 7, en dat heeft eigenlijk, dat getalletje 7 heeft met meerdere dingen te maken. Allereerst, mijn game naam is altijd Heaven's Warrior 90 geweest. En dat wilde ik eigenlijk als eerste ook mijn YouTube kanaal worden. Alleen Heaven's Warrior 90 lukte niet, Heaven's Warrior lukte niet. Dus toen zat ik te denken, dan doe ik de Dutch Warrior. Maar de Dutch Warrior lukte ook niet. En op een gegeven moment zat ik verder te denken, nou, de 90 erachter, dat lukte ook niet. Dus toen dacht ik, nou, dan doen we de 7 erachter. En waarom de 7? Omdat 7 op de een of andere manier is altijd een getal dat blijft gewoon... Weet je, iedereen die heeft zo'n getal. Iedereen die heeft een getal, van, noem eens een getal en dan noem je een getal. En bij mij was dat de 7. Dus die heb ik erachter geplakt. Bam, heb je mijn YouTube kanaal. Oké. Ik denk, ja, het komt gewoon omdat je het 7 keer hebt geprobeerd of zo. Eerst 1, dan 2, dan 3. Nee. Ja, nee. Hey, even in het kort over de gameplay. Jullie kijken nu naar mijn gameplay. Deze duurt iets van 5 minuutjes of zo. Daarna krijgen jullie nog een gameplay van jou, hè? Ja. En het is allebei is het de top game Battlefield 3. Voor de rest wou we eigenlijk niet al te veel hebben over, over de gameplay. Want we willen gewoon even lekker lullen, weet je wel. Lekker slap lullen. Ja, want je bent begonnen vanaf februari met YouTube. Ja. En ja, ik al wat langer dan. Maar goed, ik had zoiets van, weet je wat, we waren klaar met gamen. We waren lekker op gamen geweest. Dit potje waar jullie nu naar zitten te kijken, ja, daar zat jij ook bij. En jij ziet het nu niet, hè? Nee, maar dat maakt niet uit. Ik kan hem nog helemaal voor me halen. Ja? Ik zit nog helemaal in die game van net, jongen. Ja, toen had je een kill of zo. Dan moeten de kijkers eventjes van Team Dief natuurlijk wel even weten. Dat ik echt sinds nu zo'n beetje Battlefield 3 speel. Ik heb altijd COD gespeeld. En iedereen die is COD moe, COD is dood. Dus... ik ben eigenlijk overgehaald om Battlefield 3 te spelen en nou ja, zodoende heb ik hem ook voor de Xbox gehaald en ben ik met Jeff eventjes gaan spelen. Ja, we zijn begonnen vanavond om 1 uur of zo. Ja. Ja, om 1 uur had je eindelijk al die updates binnen. En ja, dat is echt zo. Als je dit gaat updaten, dan, dan heb je ook echt meteen een update, weet je. Dan moet je gewoon echt wachten, gewoon. Ja, dat is niet spel erin en meteen spelen. Nee, het is echt wel, je bent gewoon half bejaard even dat je eindelijk een keer kan gamen. Dit is al mooi, hier jatten ze gewoon met tank straks, nu opletten. Rijdt hij gewoon met mijn tanken vandoor. Falen ratten. Maar goed, we gaan het niet over de gameplay hebben, maar toch hebben we het erover. We hadden het er net allemaal eventjes over. Je stuurde mij die gameplay stuurde je toen. En toen hadden we het eigenlijk een beetje over huizen, boompje, beestje en trouwen. En misschien is het ook even leuk dat je het... ik ben 28, dat weten de meesten wel. Van de mensen die bij jou kijken altijd, op jouw kanaal zijn, dan weten die dat ook meteen. Maar goed, ik ben 28. Hoe oud ben jij nou? 23. 23. En je bent al getrouwd? Ik ben al getrouwd, jongen. Een jaar nu. Ja, zeker. Ruim een jaar. Wat? Ja. Een jaar getrouwd. Maar trouwen, dat is toch ouderwets, man? Ja, absoluut. Is het ook. Het is outdated. Nee, maar dat zei ik net ook al tegen je. Daar heb je groot gelijk. Trouwen heeft op zich helemaal geen meerwaarde tegenwoordig. Omdat je eigenlijk met samenwonen kan je bijna zo'n beetje hetzelfde creëren. Alleen, het heeft natuurlijk een bepaalde emotionele waarde. En die emotionele waarde vind ik ook belangrijk. Oké. Ja, want ik heb gewoon een samenlevingscontract. En daar staan gewoon precies dezelfde dingen in. Alleen, weet je, ik hoef niet met zo'n clownspak te gaan dansen ergens, weet je. Nee, kijk, ik ben altijd wel in een feestje. Maar trouwen, ik heb altijd zoiets van, ik vind het helemaal niks, weet je. En het is niet alleen maar het woord trouw of zo. Nee, het is gewoon die hele trammelant eromheen. Ik heb er eigenlijk vrij weinig mee. Voor altijd vast aan je vrouw. Ja, dat zit je nou ook. Bedoel, is ook outdated, hè? Want op het moment dat je gaat trouwen, het is niet zo makkelijk om weer uit elkaar te gaan. Ja, maar ja, goed, nou ook een samenlevingscontract. Kijk, en als wij nou uit elkaar gaan, dan heb je ook weer een hoop gezeiken. Want je hebt evengoed nog een eigen huisje. Dan hebben we gelukkig nog geen kinderen. Jij ook niet, hè? Nee. Maar als je die dan nog eens een keer hebt, dan is het helemaal een chaos. Dan is het hele chaos compleet, natuurlijk. Yes, dus ik zou zeggen, jongens, regel die chickies gewoon in. Ja,
gewoon die chickies in de kroeg. En laat het lekker daarbij houden. Nou, we gaan nou even switchen naar jouw gameplay ondertussen. Oké. Je bent nou een jaar getrouwd. Heb je daar nog wat speciaals mee gedaan of zo? Of heb je gewoon gezegd van, nou ja, goed, we gaan trouwen lekker zo. En er is weinig mee. Nee. Het is, ik ben een geval apart, want ik schenk bepaalde waardes aan dingen die ik leuk vind. Zoals bijvoorbeeld toen ik ging trouwen, het eerste wat ik deed was de hand van haar vader, of haar hand aan haar vader vragen. Ja, ja. Dat? Ja. Helemaal niet nodig, het is allemaal niet meer belangrijk. Maar ik vind dat een mooi concept, ik vind dat iets moois. En omdat ik er waarde aan schenk, wilde ik dat doen en heb ik dat ook gedaan. Ja. Zo is hetzelfde. Gewoon, we zijn een jaar getrouwd. Het is helemaal niet dat we helemaal trommeland, heel een groot feest en alles. Ja, we zijn een jaar getrouwd. Ja, halleluja. Maakt allemaal niet uit. Ik heb gewoon. Wij hebben samen gewoon even een leuk dagje gedaan, zeg maar. Oh ja. Dat is dat. Weet je, klein, lekker met z'n tweeën, Eftelingetje gepakt. Gewoon even lekker uit eten, weet je. Dat is het. Klaar. Ja. Wie weet doen we dat volgend jaar ook. Misschien niet. Misschien gaan we volgend jaar gewoon op de bank hangen. Ja, inderdaad. Maar ja, dat is ook zo. Kijk, ik heb echt trouwerijen meegemaakt. Dat kon gewoon niet dat kon gewoon niet gek genoeg, weet je. Er was echt van alles en alles was te doen. En ik heb ook trouwerijen gehad van een maatje van me. En ja, er gebeurde gewoon niks. En ja, ze gingen dan even naar het gemeentehuis. Nou, ze waren getrouwd. En toen hadden we gewoon een geweldig groot feest. Dat is gewoon in de achtertuin, weet je. Dus dan konden ze best wel kosten bedrukken. En ja, dan ga je aan mij vragen van, ja, wat vond je nou leuker? Waar alles was, weet je. Zo duur mogelijk of die wat goedkoper. Dan vond ik die goedkoper toch eigenlijk wel wat gezelliger. Ja, klopt. Ja, nee, we hebben toen met de trouwerij zelf ook. We hebben niet zozeer echt de kosten gedrukt of zo of iets dergelijks. Maar we hebben het wel wat small gehouden, weet je. Een beetje kleine groepje. Ik heb niet iedereen uitgenodigd. Al mijn neven en nichten waren er niet bij. Het was gewoon, zeg maar, klein groepje vrienden, ooms, tantes. Ja, ja. En gewoon lekker feestje, weet je. Gewoon lekker feestje. En dat vonden we leuk. En dat hebben we gedaan. En voor de mensen die het misschien leuk vinden om te weten, afgelopen Dutch YouTube Beach Party. Ja. Daar hebben wij ook onze trouwerij gehouden. Oké. Dat was gewoon op diezelfde plek? Ja, was dezelfde locatie. Oké. Nou, dat was leuk. Dat wist ik ook niet. Nee, ik ben er ook niet geweest hoor. Ik weet ook niet waar het was of zo. Want ja, mijn opa die was jarig en we gingen met de hele familie uit eten. Nou, daarna ben ik natuurlijk met mijn neefjes nog aan het stappen geweest. Nou, daar is ook een videootje van gemaakt door Viz. Heel klein videootje dan. Maar goed, dat was wel heel gezellig. En ja, ik kon helaas niet naar die beachparty. Dat vond ik wel jammer, maar goed. Ik heb wel zoiets van, ja, mijn vrienden en familie gaan toch wel voor YouTube, toch? Weet je. Ja, maar dat is ook altijd, dat heb ik precies hetzelfde. Het is, YouTube is wordt een deel van je leven. En ik heb nu zelf bijna de 1000 subs. Dus ik begin een beetje erin te groeien. En YouTube begint steeds meer een deel van je leven te worden, weet je wel. Ook de interactie met je subs. Maar boven alles blijft je familie en je privéleven, zeg maar, dat blijft gewoon bovenaan staan. Ja. Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel heel erg belangrijk. Wat je nou ook ziet, zijn mensen eigenlijk die eigenlijk wel nu een beetje gaan starten, weet je, in de vakantieperiode. En ja, uiteindelijk bloed tot dood. Het kanaal. Zijn ze dan slecht? Weet ik veel wat. Ja, ik weet niet hoe je dat wil noemen, maar ja, slecht is het niet. Want dat zijn wel mensen vaak die de keuze maken voor school. En dat vind ik, nu heb je zoiets in Jeff wat lul in de slot, maar dat is gewoon. School is zo belangrijk, daar heb je, in de toekomst heb je er zoveel profijt van, weet je. Ja, anders wordt je glazen wassen zoals ik. Ja, of je gaat in een kaalfabriek werken zoals ik. Ja, bijvoorbeeld. Maar ja, als je echt niks kan je altijd bij de politie natuurlijk. Ja, daarom. Ja. En anders kan je aan de andere kant van de politie achter de andere kant van de tralies, hè? Dat kan ook. Ja, dat kan ook nog. Dus ik bedoel, jij, we hadden het ook nog even over hobby's gehad. Je bent ook een beetje van het kunstschilderen. Ja. En mijn opmerking was meteen, oh lekker man, die naakte vrouwtjes lekker even schilderen. Maar dat doe je dan weer niet, dat moet je vrouwtje doen. Ja, nou ja, mijn vrouwtje, dat klinkt ook weer zo, mijn vrouwtje die schildert hele mooie vrouwen, zeg maar, van de achterkant. Het is echt prachtig. Maar ik schilder zelf ook. Ja, mijn vrouw die kan echt zo mooi schilderen. Dat is echt. Ik heb een video op mijn kanaal en die moet jij zo meteen eventjes gaan kijken. Het is een vlogje over mijn huisje. Mijn oude huisje. En daar staan een aantal schilderijen. En nu kan je zien wat ze schildert. Ja, dan gaan we zo direct. Weet je wat ik doe? Ik zet ook even een link in de beschrijving neer. Dat je de mensen zoiets hebben van, waar hebben ze het nou over? Dan kun je dat even kijken, weet je, die video nog.
strakjes. Ja. Oké. Okay. Nou, dan ga ik dat zo direct nog eventjes doen. Dan ga ik dat ook nog eventjes bekijken. Wat lief, hij kijkt mijn video's. Ja, en liken natuurlijk. En favorieten. En ja, deel op Twitter doe ik ook nog wel even. Nou, maar goed, dat komt allemaal wel goed. Gaat wel goed dan. Oké, okay, hey, ja, zijn er voor de rest nog wat dingen wat je even kwijt wil aan iedereen van joh? Ja, ik zeg, kijk, die Jeff, die kijk je nu al een tijdje. En Jeff is leuk hoor, maar als je echt de gameplay wil zien, als je nou echt goede commentaries wil zien, dan moet je bij Braadworst wezen. Oh. Nee, ik heb nooit iets wat ik van mijn hart wil. Ja, dat ik het leuk vind om met jou deze duel te doen. Ja, ik vind het ook erg leuk. En we hebben hem ook expres wat langer gemaakt. Omdat we gewoon echt... vaak is het met een duel, weet je. Het gaat altijd over de gameplay. En altijd over het kraken van bepaalde games en dat soort dingen. Of juist zeggen van nou, het is een goede game. We hadden er nu ook expres voor gekozen. Om gewoon een beetje rem te lullen over trouwen en weet ik het allemaal. Heerlijk, dat is gewoon lekker. Gewoon slap lullen. Ja. Gewoon niks papiertje erbij. Het tipje. Mocht je beginnen in de vakantie, weet je wel. Ga geen papiertje erbij. Doe het lekker uit je hoofd. Lekker slap lullen. Is altijd het leukst. Ja, dat is het leukste. Nou, ook weer de schiemen wat te binnen, weet je wel. Dan ga je het lekker daarover hebben. Hey, we hadden het ook nog even over de Xbox en de PlayStation. Jij hebt ze allebei, hè? De Xbox 360, PlayStation 3 heb ik allebei, ja. Ja, en jij gaat ook voor allebei ga je dan kopen voor... Ik wil ze wel allebei hebben. Hoe dat vorm gaat geven, dat weet ik nog niet. Nu weten we dat de Xbox One later komt, hè? In maart las ik, dacht ik. Ieder geval in 2014 komt de Xbox One. Dus dat zit weer ook weer te twijfelen. Wil ik dan de PlayStation 4 of de Xbox One? Nou, bij de Xbox One heb je weer allemaal troep die je niet wil. En bij de PlayStation 4 heb je dat niet. Maar ja, bij de PlayStation 4 kan je geen capture card doen. En bij de Xbox One wel. Dus het zijn allemaal van die dingen dat ik denk van ja, waarom neem ik ze niet allebei? Maar ja, het kost een hoop geld. En Jeff, zeg je nou dat je me gaat sponsoren? Oh, top, cool. Ja. Je bent een mooi zeg, hé. Ja. Nee, dat gaat niet hoor. Nee, maar ja, ik weet het niet. Ik ga wel die Xbox kopen. Ik ga geen PlayStation kopen. En waarom is het eigenlijk? Ik ben gewoon Xbox-speler. En ik hoop ook eigenlijk... de Xbox wordt duurder, hè? Klopt. En ik hoop ook eigenlijk dat die ouders van die 10-jarige jochies, zeg maar... Dat die ook zeggen van, nou ja, weet je wat? We kopen een PlayStation voor je. Want die Xbox is ook alweer een mijl duurder. Dus dan hoop ik eigenlijk ook weer een beetje dat het snijpen eruit gaat. Ja. Dat is een beetje mijn... Je zei het inderdaad net tegen me en ik had er helemaal nog niet over nagedacht. Maar je hebt daar echt wel een punt. Want ik denk inderdaad dat voor sommige kinderen het geld zeker een rol gaat spelen. Ja. Dus je hebt me overtuigd, ik doe ook gewoon de Xbox One. Oké, nou dat is mooi. Nee, maar dat heb ik echt wel zoiets. En dat je zegt van, nou weet je... Ik wil eigenlijk gewoon gaan gamen met mensen die gewoon 16 plus zijn. Of tenminste een beetje mijn leeftijd, weet je. Een beetje rond de 20, 28. En ja, dan heb ik... Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, weet je. Dan is het leeftijdsverschil ook niet zo groot. Je hebt niet zo vaak van die kinderachtige bullshit dan, weet je. Met zo'n sniper in een hoekje en zo. Dus ja, ik weet het niet. Ik weet ook niet wat Ghost ook gaat brengen, weet je. En ik weet ook niet precies wat Battlefield gaat brengen. Ik hoop dat het allebei gewoon leuk gaat worden. En ja, ik heb er gewoon allebei wel heel erg veel zin in. Ja, ik ook. Maar dat is wel een beetje de achterliggende gedachte bij mij eigenlijk. Ja, bij mij ook hoor. Ik heb zelf ook zoiets van als die... als je gaat kijken naar voorheen, weet je wel. Gewoon COD 4, COD 6. Ik heb 5 nooit gespeeld. Als je daarheen gaat... Daar was het nog gewoon echt gewoon... Het ging om de game, weet je wel. Het ging gewoon lekker knallen. En dat heb je niet meer. Je hebt nu inderdaad, zoals je zegt, de kleinere kinderen. En ik weet dat jij kijkt nu. En ja, jij. Ik heb nu tegen de kijkers. Ja. Jij bent ja, de optie. Ja, dat stom verbaasd te kijken. Jij doet het niet. Dat weet ik. Maar er zijn er genoeg die ook 10 zijn en die het wel doen. En daar doelen wij op. En ik hoop gewoon dat... Gebruik je verstand. Ga gamen. Zoals het bedoeld is. Ja, precies. Maar het zit toch in de game, dan mag het toch? Ja. Hè? Oh. Ja. Ja, je auto kan ook harder dan 100. Rij het nou niet. Of je kan ook 200, maar als je dat rijdt, dan krijg je ook een dikke print. Bijvoorbeeld. Ja, nee, maar ik bedoel, ja, het kan. Ja, tuurlijk kan het, maar kom op. Weet je. Ja.
Maar goed. Er lopen ook een heleboel meisjes rond buiten. En daar kan ik het ook op doen, maar ja. Ja, ja, zo is het. En de gameplay zit erop. Ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. En vergeet natuurlijk niet even te abonneren op Giel. 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 Ja, oh, we zitten alweer over die gameplay heen. Van mij kijken bij Jeff. En like, favoriet, deel en tot ziens. Later. Ciao. Top.